Een A-limiet is een tijd die je moet rijden, waardoor je rechtstreeks geplaatst bent voor de World Cup kwalificaties. Ik heb 2 A-limieten gereden dit weekend. En voor mijzelf was het eigenlijk wel heel fijn dat het... Ja, het voelde eigenlijk weer een beetje zoals van oud, zeg maar. Een beetje zoals de oude Bo. En dat is toch wel echt 2 jaar geleden, denk ik. Dus voor mij is het wel een hele opluchting dat het weer de goede kant op gaat. En ik wist al wel dat we goed bezig waren, dat ik goed bezig ben. Maar het is toch wel fijn dat het in de wedstrijden toch ook wel een goed gevoel geeft. Ik denk dat ik niet echt op zoek ben naar een gevoel wat ik ooit had. Maar het is natuurlijk wel zo dat je gewoon wel weer probeert. Je wil heel graag weer je niveau halen. En ik heb deze zomer echt knijthard getraind. Omdat ik gewoon echt weer hard wil schaatsen. En eigenlijk ook nog harder. En ik ben toch wel ook wel hier en daar wat onzeker geweest. Van komt het nog wel terug? Of kan ik het nog wel? En je gaat van alles ook wel aangrijpen. Van... wat moet ik anders doen en gaat het wel goed? En ja, het is nu heb ik toch wel een soort bevestiging gehad van ja, we zijn op de goede route en vanaf hier kan ik alleen maar doorbouwen en dat is wel een heel fijn gevoel, ja. Van de week merkte ik wel met wat dingen, voor een glijstartje of zo, dat het weer een beetje zoals de oude Bo voelde, zeg maar. Dus dat, ik ben wel heel erg een gevoelsmens, dus wat dat betreft voel ik wel echt wanneer het weer goed gaat. En, ja, het was heel frustrerend omdat het gevoel er echt heel lang niet echt was. En af en toe wel. En dan rij je een snelle bocht achter die gast aan of zo. En denk je, oh, het zit er nog. Maar het is gewoon echt heel fijn voor mezelf dat het echt weer goed voelt. En dat ik er echt weer mee verder kan. Dat vind ik ook het leuke aan schaatsen, zeg maar. Dat je weer elke week verbetert en dingen leert. En ja, ik heb nu ook wel heel veel geleerd over mezelf. Zeg maar ook mentaal. En dat, hoe je daar toch mee om moet gaan in zo'n jaar. Dat heb ik ook echt af en toe wel gedacht, van ja, waar doe ik dit nog voor? Want ja, het gaat nu gewoon echt niet zoals ik wil. En rationeel kan je dat allemaal wel verklaren, maar ja, ik ben best wel op gevoel, wat ik al zei. Dus dan, qua gevoel, was dat wel heel moeilijk, ja, af en toe. En dan ben ik nu echt wel trots op hoe het nu gaat en dat ik gewoon goed heb doorgezet, eigenlijk. En dat is ergens naartoe leven is ook gewoon heel leuk. Daar heb ik ook gewoon heel veel zin in, dat je dat weer strijdbaar en fit naar zo'n wedstrijd toe kan. Dat is wel heel leuk, ja.